zag je wat ze deden bij TikTok. Yes. Die jongens daar zijn aan en dat weet je. Oh yes, aflevering 3 alweer van een nieuwe TikTok. Ja, zoals jullie weten, elke week leuke gasten aan tafel. We hebben het over van alles en nog wat. En dan doe ik deze week ook wederom weer met Monsieur Riza Tisserand. Ja, dankjewel dat ik weer mocht terugkomen. Ja, ja. Ben jij niet druk nu toevallig ook met je... Ik ben mijn scriptie aan het afronden. Ja. Ja. Dus je hebt gewoon nog tijd om even dit te doen. Nou, dit doe ik echt voor het geld. Ja. Mooi man. Nou, gezelligheid. Hé, hey, laten we er meteen induiken. Twee gasten wederom. Ja, eigenlijk heeft deze man niet echt een intro nodig. Ja, je moet hem wel geven, zeker op de radio. Want anders hebben ze het idee, wie is dit nou? Ja, het is de enige echte DJ Irwan. Yes, ja, sir. Ja, ik denk wel dat ik een intro nodig heb. Volgens mij weet jij niet wie ik ben. Toch? Ja, van naam weet ik het. Okay, ja, hier. Dus dat bedoel ik. Okay. Okay. Maar wist jij wie jij was? Zo direct wel, na de intro. Nee, maar aan mijn overkant, ja, eigenlijk een guy die... je zou hem eigenlijk wel moeten kennen. Denk vooral van zijn producties. Deze man maakt beats voor Joey AK, Busy, Seven, Ronnie zelfs ook. Ja, zeker. Ja, ja. En volgens mij die lijst goes on and on and on. Remixes voor guys als de Chainsmokers. Kan niet anders zeggen dat hij lekker bezig is. Trobi. Ja, thanks man. Het is, je hebt Trobi en je hebt Trobeats. Ja, dat was eigenlijk een tijdje zo. Alleen heb ik het, dat was meer omdat ik in een soort van lastig contract zat met Spinning. Had ik besloten om daar een beetje onderuit te komen van ik ga een tweede alias zeg maar beginnen. Ja, slim. Maar mijn deal is in de tussentijd eigenlijk afgelopen. Dus ga ik gewoon alles onder Trobi weer doen. Ja. Ik heb alles van Trobeats in de tussentijd is ook weer naar Trobi verzet op Spotify en zo. Maar is dat verstandig om alles onder één naam te doen? Kan je op die manier een fanbase opbouwen als ze niet weten wat jouw geluid is? Ja, aan het begin dacht ik daar ook heel erg aan. Maar in principe is het geluid wat ik nu maak is best wel ingeluid of zo. Ik kwam eigenlijk uit de dance, zeg maar. Ja. Ik zat bij Spinning toen ik 15 was. En ik ben dan net vrij, zeg maar. En ik maak... Vrij, zo noem ik het. Voor mij voelde het echt als een bevrijding. Omdat ik zat daar gewoon niet meer op mijn plek, zeg maar. Wat gebeurt er dan in zo'n tussentijd waardoor je niet meer op je plek voelt? Ja, ik moest muziek maken tegen mijn wil in en zo. Dit klinkt echt wel. En als een heel ander contract dan... het klinkt alsof je een verschrikkelijk leven had. Nee, helemaal niet. Niks nieuws, hè. Kijk wat vaak gebeurt met... Hè, wat ik dan zie, is jonge guys die meteen bij een grote label gaan tekenen. Ja. Die weten ook niet zo vaak heel snel wat ze tekenen. Ja. Dat wist ik wel. Ik heb een goed management en ik weet wel dat mijn contract was echt een goed contract. Ik heb ook niks te klagen over de royalties die ik kreeg, et cetera. Op wat voor moment is het dan tegen je zin gegaan? Omdat de muziekstijl die hun van mij vroegen, zeg maar, die ik aan het begin maakte, was gewoon wat ik toen tof vond. Dus kan je zeggen dat jij zelf veranderde, maar dat het bedrijf niet mee wilde veranderen? Het is eigenlijk gewoon natuurlijk een EDM-label. Ja. En de muziek die ik begon te maken, begon wel meer naar de urban en de hip-hop, zeg maar, te gaan. En het maakt niet uit, maar hun zijn gewoon niet het label daarvoor. Ik heb nog steeds goed contact met ze. Okay. Als ik een release zou doen die wel in dat genre zou zijn, maar zou ik het doen. Maar wanneer was het moment dat je zoiets had van, weet je, EDM... liever niet. Het was meer dat ik gewoon... Ik deed ook China tours en ja, gewoon eigenlijk over de hele wereld. Maar ik vond het draaien zeg maar wel leuk. Maar als ik dan naar de studio ging of zo, vond ik het om die sound te maken, vond ik gewoon echt niet leuk. En dan bracht ik een track uit bij Spinning en dan vroegen ze bijvoorbeeld een club remix daarbij. En dan moest ik dan tegen mijn zin in eigenlijk club remix gaan maken. Want ja, die club remix wou ik helemaal niet maken. Ik wou gewoon het originele maken, zeg maar. Maar wanneer wist je van jezelf dat je eigenlijk best wel breed was in produceren? Toen ik echt in die Nederlandse scene kwam. Want ik maakte toen zeg maar house. En toen kwam ik eigenlijk een keer Ronnie tegen. Ben ik met hem tunes gaan maken. En begon ik zeg maar echt gouden platen en zo te halen met hem. En toen begonnen opeens allemaal mensen mij te connecten. Uit Nederland qua rappers. Toen merkte ik echt dat ik heel, heel, heel breed ben. Want bijvoorbeeld met Joey AK maak ik drillmuziek. Maar met Ronnie heb ik 4-5 gemaakt. En met Seven Alias heb ik Big Man of die song voor Ajax gedaan. Het zijn allemaal helemaal verschillende tracks, zeg maar.
Nou ja, maar luister, dat is alleen maar props aan jou toe. Ja, weet toch, je? Ja. Ja, ik ben sowieso altijd, wou ik niet één genre gebonden zijn. Want ik kwam toen op met een soort groepje van bijvoorbeeld Mike Williams en Nesto, et cetera, et cetera. Ja. Dat was een beetje het groepje waar ik toen mee tekende bij Spinning. En hun hadden allemaal één sound, zeg maar. En hun bouwden daar ook een fanbase mee op. En ik was degene die niet één sound had. Dus voor mij was het heel lastig om fans op te bouwen. Ja, gelukkig gaat het nu wel gewoon goed. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat je nu één sound hebt, maar dat is urban. Ja, dus, ja het, kijk, urban is veel breder dan EDM. In urban is het heel normaal als een producer ineens drill maakt of dan ineens wat meer... Ja. Ja. Moomba. We hebben hier een urban expert. Jij hebt natuurlijk ook al veel platen uitgebracht zelf. Valt wel mee, toch? Nou ja, je bent ooit, ik las gewoon in je biografie dat je ooit begonnen was als Party Squad. Ja, dus, maar dat is lang geleden. Maar over die hele periode. Weet toen, toen, was hij, toen was hij nog niet geboren, denk ik. nee, ik wist dat ook niet. Maar als je dus kijkt naar de urban scene. Ja. Ik denk dat jij ook wel een beetje ervaring hebt in de house scene. Is de urban scene meer open-minded qua producers? Je ziet wel, zeg maar... De sound is heel gevarieerd. Precies wat jij eigenlijk ook zegt. Zeg maar, als je een urban producer bent, kan je ook gewoon heel up-tempo dingen maken die richting EDM aankomen. Ja. Maar andersom kan het niet. Andersom gaat dat, denk ik. Misschien is dat nu in de laatste jaren wat meer richting urban gaan. Ik bedoel, een David Guetta of zo maakt ook gewoon urban-achtige dingen. Ja. Maar als producer heb je het eigenlijk makkelijker als je stempel urban is dan dat het je kan meerdere kanten op gaan. Ja. Maar ik denk dat jij dat het beste weet. Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel een klein beetje te maken heeft met hoe credible je als artiest zelf bent. Hoe je geladen bent. Kijk, op het moment dat... Kijk, een David Guetta, weet je, die heeft altijd gewoon liedjes gemaakt. Ja. Weet je, en die deed pop eigenlijk. Van, ja, juist. Ik noem het maar even het radiotraject, zeg maar. Weet je? Dus, en los daarvan heeft hij ook wel zijn clubbangers, die dan ook wel released. Maar het is dan weer iets heel anders dan wat op de radio gespeeld wordt. Kijk, en als je als David nu in één keer rock zou maken of zo, weet je, dan zou je dat niet eens raar vinden of zo. Want dan komt hij gewoon mee weg. Maar ja, ben jij een Chainsmokers of ben jij een Marco Corolla? Ik zeg maar wat. Weet je, zou jij als Irwan zijnde wegkomen met andere muziek dan ik wat denk mensen van zeggen? Ja? Omdat ik natuurlijk echt meer open format ben. Ja, ja, je bent open format. Ja, ben je tenminste technologie geworden? We hebben het over artificial intelligence. Nee, wat we vroeger dus... Ja. We noemen het nog steeds eclectic. Ja. Of urban eclectic. Maar dat heet nu open form. Nou ja, eigenlijk Nederland is het enige land waar ze het echt eclectic noemen. Klopt, ja. Okay. En alle omringende landen open format. Ja. Oh, okay. Maar ja, andersom is het natuurlijk ook wel zo dat bijvoorbeeld, jij hebt het over house muziek. In het buitenland is het ook vrij normaal dat bijvoorbeeld DJ's die hardstyle draaien gewoon een deep house DJ opvolgen in een line-up. Dus in principe kan je dan ook zeggen van dat open format... Ja, maar in het buitenland waar bedoel je? Dat zal dan de resident DJ zijn of zo? Nou ja, nee, in Amerika en ook in Azië geloof ik heb je echt festivals waar verschillende stijlen house. Maar dat zie je ook steeds vaker. En ook dat er gewoon bandjes geprogrammeerd worden en dat dan even een kwartier change over een half uurtje en dan komt in één keer de DJ Irwan. Azië gesproken. Hoe erg mis je het op een schaal van 1 tot 10? 1000. Ja? Jeetje. Ja, man. Jij was altijd in Azië. Wat mis je het meest? Het vliegen, man. Het reizen. Gewoon de hele, het reizen zelf? Ja, alles zeg maar eromheen. Je weet toch zeg maar dat je dan... Dat je belangrijk was. Ik heb trouwens... ja, ben ik nog steeds thuis voor mijn kind? Ik heb trouwens een update voor je. Ik heb net met KLM gesproken. Ja. En je bent gedowngrade naar gold. Ja. Oké. Okay. Ja. die update heb ik nog niet ontvangen, maar... dat is nu de stress voor heel veel artiesten en zo. Ik denk van... Werkt dat zo? Ik was gewoon ultimate platinum. Ja, hoe hou je dat nog vast? Nee, maar daar heb ik dan mijn gelukje dat ik platinum for life ben. Ben je platinum for life? Maar dat ben jij geworden, als ik het goed begreep, doordat jij artiesten naar andere landen ook boekte. Nee. Platinum for life word je, zeg maar, als je tien jaar achter elkaar platinum bent geworden, dan geven ze je platinum for life status.
Maar hoe ben jij überhaupt 10 jaar lang platinum geworden? Omdat ik natuurlijk dat reizen, dat draaien in Azië, dat doe ik al sinds 2000. Maar dan vraag ik me af, waarom ben je nooit in Azië gaan wonen? ik ben gewoon een Amsterdammer, joh. Ja, toch? Er zijn toch wel ook Amsterdammers in Azië te vinden? Ja, nee, true. Wij zijn elkaar nog tegengekomen in Tokio. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja, man. En dan ging hij daar in een best wel dikke club draaien. En jij moest weer kaartjes kopen? Ik moest kaartjes kopen. Ja, ja. Nee. Maar ja, Trobe, jij draait natuurlijk ook. Maar je hebt China helemaal uitgespeeld ook. Ja, zeker, ja. Maar ga je in China kunnen draaien met de muziek die je nu maakt? Ja, zeker. Ik ben juist in heel veel in contact met juist weer hele grote rappers van daar. Oh, echt waar? Om echt muziek te maken. Ja, want urban is wel een dingetje in Azië aan het worden. Het is ja. Alleen China dan wat langzamer. Ja, we zijn wel in Azië. Achter. Daar begint het echt grote formaat. Zeg maar, als jij in China draait, draai dan ja, ik draai toch gewoon wel hard. Want ik heb het wel een keer geprobeerd, ook, maar dat viel niet echt helemaal in de smaak. Wat heb je geprobeerd? Ik probeerde een keer gewoon wat meer urban influencer te gooien, zeg maar. Ja. Gewoon maar gewoon internationaal, een beetje laserachtige sounds, maar het viel niet echt in de smaak. Nee, ik heb het idee dat zeker Zuidoost-Azië zit heel erg op trap. Maar ook China zeg maar, gaat richting de trap / hardstyle-achtige. Ja, hardstyle zijn zo hard mogelijk eigenlijk. Ja. Dus, hey, maar als jullie, stel nou dat er volgende week iemand komt en die zegt, jongens, ik wilde, jullie kunnen een show bij mij doen. Nee, dus, ik heb dus al een paar keer de aanvraag gehad. Twee dagen, maanden. Twee weken quarantaine. Twee weken quarantaine. Ja. Maar ik weet niet waar. Ik ben nog steeds hier. Maar er zit geen logica in. Want ik bedoel, als ik het goed heb begrepen, is in China zelf is de hele industrie weer op gang gekomen. Ja. Waarom ga je niet een paar maanden daarheen dan? Ik heb hier een gezin, man. Ja, neem je dit gezin mee? Die moet naar school, weet je, al dat soort dingen. Zeg maar, ik heb het overwogen. Ja, je hebt wel overwogen, maar je mocht niet. Want ik heb nog een werkvisum die eigenlijk geldig is voor China. Dus ik dacht maar wacht even. Nee, even eerlijk. Hoor ik nou Irwan praten of hoor ik je vrouw praten? Gewoon eerlijk. Dit is gewoon Irwan. Oh, oké. Okay. Weet je wat aantropen zijn dan? Nee, ik zeg, ik ben ook gevraagd, man. Maar ik heb het ook wel afgewezen. Waarom dan? Omdat ik heb het hier echt heel druk. Ja. Echt gewoon nog drukker dan normaal eigenlijk. Maar je kan toch altijd gewoon in een hotel even lekker. Ja, weet ik. Maar het ging wel over een periode van een paar maanden dat ik daarheen zou moeten. En dat ik heb het gewoon nu te druk. Ik heb mijn album en zo die eraan komt. En clipshoots, et cetera, et cetera. Ja. Voor mij gaat het gewoon nu niet werken. Dus heb ik het gewoon echt. Ja, snap ik. Ja, nee, goed, dat zijn allemaal keuzes. Ja, ik persoonlijk denk ik van dat het nog te vroeg is. Weet je, want zoveel complicaties. Dat is het dus. Weet je, complicaties. Ja, weet je, het toeren zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is nooit meer van dat je gewoon weet hoe het gaat als je naar China vindt. Precies. Je weet, voor hetzelfde geld grijpt de overheid in. Ja. Je zegt, weet je wat jij gaat doen? Kom maar even een maandje met me mee. Die onzekerheid. Je weet het niet. Ik kan daar vermoeden dat ze daar met jou sowieso over. Dat denk ik ook, ja. Nee, maar luister. Ik adviseer ook zeker om even daar twee keer over na te denken. En dan moet je wel heel desperate zijn. Ik ken een aantal artiesten die dan toevallig wel op een groot festival die kant op zijn gegaan. En wel in quarantaine zijn gegaan. Ja, weet je. Je moet het maar willen. Maar ik snap als je een eigen schedule hier hebt. En je hebt gewoon dingen te doen. Kijk, als je helemaal niks te doen hebt. Je hebt geen gezin. Kijk, jij kan gewoon gaan. Trobi. Volgende dag. Jij sport veel met Ronnie Flex, begreep ik? Ja, we zijn nu wel op dit moment lekking, maar we waren even bezig, ja klopt. Wat voor sport is dat? Het is gewoon sportschool. Oh, gewoon sportschool? Ja. Oké, okay, zie je niks van. Nee, dankjewel. We zijn ook lekking. Ik weet niet wat je daar doet, waarschijnlijk. Nee. Ja, ik moet wel echt weer gaan sporten, ja. Maar ja, het weet je wat het is? Bij mij is het, ik wil echt graag sporten, maar ik heb wel echt mensen nodig die zeg maar ook... ook zeg maar motiverend zijn, zeg maar, die ook, ja precies, ja, we hebben ook personal training, zeg maar dat, okay. We hebben gewoon een personal trainer daar ga je niet, ja, en dan nog zijn we lekker, maar het is ook vaak druk, hè? Zijn drukke jongen, ja, het is wel echt vaak dat ik zeg maar echt tot 5 uur 's nachts in de studio zit, gewoon een paar dagen achter elkaar, en dan ga ik gewoon echt niet sporten, want dan word ik wakker letterlijk, en dan ga ik eten, en dan moet ik gelijk weer naar de studio, zeg maar. Oké, okay, is Ronnie een beetje sportief? Ja, als we gewoon met z'n allen sporten dan wel. Maar hij heeft het ook, zeg maar, gewoon druk in de studio. Ik ben met hem zijn album aan het afmaken, dus hij heeft het gewoon ook echt druk daarmee. Dus soms staat sporten gewoon niet echt naar ons hoofd. Ook al zouden we het echt graag willen, zeg maar. Want ik zou het wel echt graag willen, maar
soms is het gewoon, kom het even niet uit of zo. Maar vertel even, wat ligt er allemaal op de planken? Want jij bent met zoveel projecten tegelijk bezig. Ik bedoel, ik neem aan dat je gewoon management hebt van ongeveer 10 personen die dit allemaal voor je. Ja, mijn manager zit daar. hij doet het heel goed hoor. Nee, maar waar ben je? Ik bedoel, je bent met je eigen album bezig. Gaat het een Nederlandstalig album zijn? Gaat het een internationaal album zijn? Nee, het is mijn eerste album is een Nederlands album. En die is gewoon... Ja, dat is, wordt wel echt een bom gewoon wat ik daar ga doppen. Ja, ik kan... Ja. Natuurlijk sowieso Ronnie. Jason Trill. Moola B. Oké. Okay. Snelle. Maar meer ga ik niet droppen. Zitten er ook mensen op die nog niet zo bekend zijn? Waarvan jij zegt, daar geloof ik heel erg in. Nee, eigenlijk niet. Want... Ik heb daar niet echt een reden voor. Dat kwam eigenlijk niet zo uit. Ik maar werk gewoon ben eigenlijk je met mensen bezig die nog niet zo bekend zijn? Of moet je echt een superster zijn om met jou te kunnen werken? Ja, op dit moment, dat klinkt misschien een beetje lullig, maar dat is wel... ik werk echt alleen maar met... Je werkt niet met die... Ik heb bijvoorbeeld een jongen uit Brazilië of zo die ik gewoon hard vind. En als hij in Nederland is, werk ik gewoon met hem. Ja. Maar verder heb ik het gewoon echt elke dag een sessie met een bekende iemand. Dus, heb je een wishlist met mensen met wie je nog wil werken? Nou, ik wou met heel graag met Jonna werken en met Kleine. Maar dat heb ik in de tussentijd ook al gedaan. Ik doe nu best wel veel tracks op Jonna's album ook. Dus dat was... Ja, dat je... Nederland is uitgespeeld. Zijn er internationale artiesten die op je wishlist staan? Nee, ja, ik ben bezig met het internationale album ook. Zoals? En daar heb ik nu Rick Ross, Mr. Easy, Young Bane, La Crime van Frankrijk. Maar heb je daar zelf contact met Rick Ross ook? Nee, dat ging weer via een vriend van mij die weer allemaal connecties daar heeft. Oké. Okay. Ja, maar dat zijn wel mooie namen, toch? Dus ja, zeker. Ja, maar dat ga ik nu nog niet droppen. Ik ga eerst mijn Nederlandse album droppen. En dan, want ik ben nu ook echt veel bezig in Frankrijk. Veggie Dream komt over 2 weken hierheen. Ik heb met La Crime al 2 songs uitgebracht daar. Die zijn super viraal gegaan. Ja. We plannen nu wat met Metric Games. Dus we zijn wel echt bezig daar ook om echt grote stappen te maken, zeg maar. Nice. Kan je zeggen dat de Franse scene nog verder ontwikkeld is dan de Nederlandse scene? Ja, het is, hun hebben gewoon een grotere afzetmarkt, zeg maar. Het is ook verplicht, hè? Op de radio zijn ze verplicht om een, ik geloof, 70% Franstalig. Oh, ja, nee, dat weet ik. Ik was niet heel bekend door daar in de Franse scene. Toevallig werd ik door Kevin, door het Nederlandse Kevin, die rapper. Ik was met hem in de studio en hij zei, hey, La Crime is in Rotterdam. Hij is een clip aan het schieten, zou ik vragen of die komt. Dus ik zei van, is goed, want hij was weer met Matthijs van Kevin, zeg maar. Toen had hij hem naar de studio gebracht. Toen heb ik gelijk 3 songs met hem gemaakt en 2 daarvan zijn uit. Wat hij zei? Nee, ja? Natuurlijk niet. Ik kon die man helemaal niet. Ik kon hem niet eens. Maar maakt dat niet moeilijker om te produceren? Want ik kan me voorstellen dat als je hoort waar iets over gaat, dat je daar ook de productie op aan kan passen. Nou ja, ik zeg eerlijk, ik denk dat het gewoon de vibes en de melodieën zijn. Daar hoor ik al of het goed is of niet. Daar hoef ik de taal niet voor te spreken. Frans, Spaans, ik bedoel... Uiteindelijk, ik bedoel, wat je op de radio hoort, versta je ook helemaal niks van. Maar ja, je denkt toch, oh, vet man. Precies. Nice. Maar, jij bent veel bezig geweest met Nederlandstalige muziek qua hiphop. Hè? Zo'n wipwap of iets dergelijks. Ondertussen weet ik dat bijvoorbeeld Ruben van de Party Squad heel veel in Indonesië bezig is. Ook Jim Aaschier is veel in Indonesië bezig. Ja, Ruben is echt met een heel leuk Indonesisch projectje bezig. Ja, nou niet eens meer een project. Nee, het is wel echt een grote namen waar hij mee bezig is. Waar blijf jou... Ik ben een beetje on the download, toch? Ja, maar... ja, zoals ik altijd ben. Waar zijn we mee bezig dan? Want Party Squad, of tenminste Ruben, daar weet ik het van. Ik denk dat Jerry daar ook aan meewerkt. Het is meer Ruben. Ruben is zeg maar Indonesisch. Ja. Hij heeft echt een Indo-achtergrond. Ja. En die heeft gewoon de laatste jaren heel veel feeling met Bali. Ja. Dus hij is daar ook een studio en zo aan het bouwen. Ja. Ja. En met Good Grip zijn ze dus iets begonnen, zeg maar, dat ze die Nederlandse sound eigenlijk zo... Ja, dat is een beetje op Indonesisch... Maar dan met Indonesische artiesten. Ja. En, leuk. Ja. Ja, en dat is een grote afzetmarkt, want je hebt 300 miljoen mensen daar wonen. Dus dat is een klein Amerika wat je daar aan afzet hebt. Maar wat zijn at the moment nog opportunities in Azië? Wat denk je dat daar nog qua sound kan gebeuren? Wat is op dit moment... Voor ons heel weinig natuurlijk, omdat we daar niet heen kunnen. Je zou nog steeds gewoon kunnen collaben, toch? Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is dus het ding. Dat hele, die hele Nederlandse sound, die kan je daar gewoon brengen. Kijk, China loopt nog een beetje achter, denk ik. Maar Zuidoost-Azië, dus Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Filipijnen en zo. Daar
als je zeg maar dit dingetje wat wij hier doen daarheen brengt met die artiesten van daar, ja, dat is gewoon is goed te doen. Dat is goed te doen. Ja. En dat is eigenlijk wat wij ook wilden doen. Ja. En toen kwam corona ertussen. En toen kwam corona. Ik ben zelf met een Maleisische vrouw natuurlijk. Ja. En dat was precies waar we mee bezig waren. En maar ja, Ruben zat er al. Ja. En ik zit met jou opgescheept. Ja. Ja. Ja, het is bizar. Het verschil moet er zijn. Ja, ja, jongens, sorry man. Weet je? Maar ja, goed. Miem was die wel gewoon aan tafel en heb ik wel gewoon werk voor jullie. Ja, dat is ook weer zo. Dankjewel. Ja, straks moet ik toch ook weer je auto wassen, geloof ik, hè? Auto wassen? Ja. Ja, ja, we moeten gewoon weer back on track. Nee, top. Maar ik kan me wel voorstellen, jongens, Ewan en Trobi, ik denk dat de meeste artiesten die, dat rondje niet al 100 keer hebben gemaakt en heel veel in het buitenland zijn en een beetje vastigheid hebben qua release en zo, die hebben nu wel gewoon problemen. Want wat ga je nu doen? Ik bedoel, ja. Heb jij problemen? Veel... Nog niet, maar... Maar Ewan, 10 jaar, die man is platinum for life. Dus die heeft wel gewoon... Maar dit slaat toch een enorme deuk in je financiën? Ja, zeker. Ja. Ja. En als het nog een jaar of zo doorgaat, ja, dan moet ik misschien wel iets anders gaan zoeken. Wat zou je gaan doen als je dit niet nooit meer kan ik doen? Ik heb vroeger ooit eens op de UvA gestudeerd, informatiekunde. Dus ja? Ik ben gewoon een IT-guy. Ja, dat was in... toen ik Party Squad was begonnen in die tijd. Dus jij leerde programmeren. Ik kon gewoon programmeren. Websites bouwen. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Nee, dus als het moet, er zijn gewoon dingen wat ik wel... Ja. Ja, als ik echt moet omscholen of zo. Zou je het doen? Ja, als het moet. Ja. Zou het voor heel veel artiesten nu moeten? Ik kan niet kijken, zeg maar. Gaat het terugkomen? Ik denk dat het voor elke artiest individueel een apart verhaal is. Maar denk jij dat de scene die wij nu kennen, met z'n allen hier, denk jij dat gaat terugkomen zoals het was? Nee, het gaat niet. Nee. Nooit meer? Nee, want kijk, het ding is zeg maar nu, in de afgelopen maanden, de DJ's die niet zoveel draaien, ja, die wel gewoon hun gigs pakten, maar echt alleen gewoon gigs pakten en verder niks hadden, die hebben nu dus helemaal niks. Ik denk dat wel de jongens zijn die, die wat sneller naar iets anders moeten gaan zoeken. Ja. Oké, even wat anders. Op dit moment heel erg veel mensen die thuis online complottheorieën aan het najagen zijn. Pedofiele jagers zie ik. Wat beleef je daarvan? Wat vind je daarvan? Ik zie het allemaal wel voorbij komen, maar ik zeg eerlijk, ik hou me daar echt niet mee bezig. Ik vind dat, ik heb gewoon, ik geloof gewoon wat ik zelf geloof. Ik ga me echt niet met al die theorieën bezig houden. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd, zeg maar. Maar heb je wel het idee dat het allemaal gegroeid is sinds we met z'n allen binnen zitten? Dat mensen meer toegang hebben tot dat soort theorieën en daar meer in opzoeken? Ja, ik had wel die docu op Netflix ook gezien van de Social Dilemma, volgens mij. Oké, okay, ja. Ik heb hem niet gezien, maar... Ja, die is wel een aanrader, want je ziet wel echt in wat voor soort van vangnet we eigenlijk leven. Ja. Op social media en zo. Ja, in een bubbel die je creëert. Ja, in een bubbel die wordt gecreëerd voor ons. Als ik op jouw computer zou kijken, wat voor bubbel zou jij inzitten? Nee, ik ben best wel een muzikale bubbel. Als ik gewoon bij YouTube kijk, is gewoon gaat alleen maar over hoe muziek wordt gemaakt, hoe die producer die track heeft gemaakt. Dus ik ben alleen maar daar de hele dag mee bezig. Ik ben alleen maar gewoon... Kijk, voor mij is er ook niks echt veranderd, want ik deed sowieso wel optredens. En kijk, ik mis sowieso wel een deel van mijn financiën, maar ik verdiende wel genoeg in de studio om daar gewoon echt van te leven. Op wat voor manier verdien je in een studio? Gewoon met royalties, met hoge fees die je betaald krijgt voor tracks en met Spotify. Op Spotify verdien je ook echt veel. Ja. Dus, ja, is dat echt veel? Ja, zeker, ja. Maar is dat omdat jij zoveel verschillende muzikanten produceert of... Ja, en er worden gewoon veel streams binnengehaald. Output? Ja, als jij gewoon veel tracks produceert, dan chip je in. Ja. Ja. Want ik heb volgens mij iets van 150 of 200 miljoen streams op mijn naam staan. Oh, oké. Okay. Dus ja. En van bij 1 miljoen gewoon... streams is rond de 4000 euro, weet ik uit betrouwbaar. Ja, nu gaat niet 100% naar mij natuurlijk, nee, maar een deel daarvan. Ja, ja. Maar je bent nu ook gewoon zeg maar die rekensom aan het maken. Ja, ik zit nu te kijken. Ik besef nu dat ik de verkeerde kant op ben gegaan. Ik zit er al kijken, zo van, interesting. Ja, natuurlijk ook weer 20% naartoe. Hij weet het gewoon dus. Nee, joh, maar weet je, ik denk dat
hebt, ik denk omdat je produceert, mag je natuurlijk heel blij zijn dat je. Ja, ik ben sowieso geblessed. Ja, ja, maar is dat toegenomen door corona? Ja, voor mij wel. Ik heb nog meer sessies dan voorheen. De artiesten kunnen gaan Spotify of zo. Zie je echt dat mensen meer. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Het is wel, ik heb wel juist het idee dat er cijfers minder worden of zo. Dat neemt wel echt af. Ik weet niet waar het mee te maken heeft. Maar ik zie zo. Dus er zijn ook echt geruchten over Spotify. Dat streams, zeg maar, teruglopen. Ik weet niet of je dat wel eens van hebt gehoord. Ik heb zo met veel artiesten, met releases die we hebben gedaan. Dan met grote Nederlandse artiesten. Dat je bijvoorbeeld, je hebt je Spotify app. En dan kan je, zeg maar, live die counter zien, toch? Ja. Maar soms gaat die counter omhoog. En dan telt die ineens weer terug. Oké. Snap je? Dus dus opeens heb je misschien 200.000 streams. Maar nu je kijkt volgende ochtend, hij staat opeens op 170.000. Ja. Snap je? Dus dat betekent dat er gewoon 30.000 streams worden ingehouden. En 30.000 streams is gewoon money. Wow, yeah. En dat per dag. Ja, dat is wel leuk. Is een hoop. Zeg je daarmee dat Spotify de boel een beetje. Ja, dat ga ik zeker niet zeggen. Ik weet niet wat erachter zit. Het kan ook zijn dat ze liedjes die niet volledig worden afgespeeld of zo, dat ze die soort van recoupen of zo. Misschien, ik weet niet wat een theorie ervoor is. Maar ik weet wel dat er echt veel mensen in de industrie bezig zijn om een soort zaak van te maken. Ja. Om daar van hun een antwoord op te krijgen, zeg maar. Ja. Ja. Irwan, als ik in jouw Spotify-lijst kijk, wat voor muziek vind ik allemaal? Je ziet Wipwap. Waar ik heel blij ben met 10 miljoen streams. Ja, maar de 9 miljoen daarvan zijn van jezelf, als ik het goed begrijp. Wat is dat? Ja, is dat die met Frankie? Ja. Oh ja, ja, die is wel nice. Ja. Nee, verder eigenlijk, maar dat is wat ik zeg. Zeg maar, ik heb niet zoveel muziek uitgebracht. Ik ben echt een DJ. Ja. Altijd al geweest. Ja. En op het moment dat er projecten op me afkomen, muzikale projecten waarvan ik zeg, oké, dit wil ik doen. Ja. Ja, dan doe ik dat. Zoals Wipwap. Dat was dan met Oh My Festival. Dat was dan de tweede anthem die we hadden gemaakt. Dus met Frankie en wat is het? Ghetto Flow, Cali Boy. Ja, dat weet je. En dat vond ik echt een tof dingetje. Ja. Dus ja, daar ging ik gelijk achter staan. En dan, daar ben ik ook wel trots op. Dat maar jij hebt heel veel connecties in de Amerikaanse scene ook. Ik bedoel, als je privéfeestjes van Rihanna staat te draaien en met Chris Brown op tour gaat als zijn eigen DJ. Heb je dan nooit de neiging om te zeggen, zing hier even een compleetje op? Ik ben dus niet zo. Snap je? Tuurlijk, je droomt ervan. Weet je? Ik droom van een plaat waar Chris Brown op featured. Maar ik ben dan niet die guy die echt gaat pushen van, hey, kom naar maar een show. Maar heb je geen manager die dan tegen hem aan gaat lopen zeiken? Nee. Nee? Want ik en een manager. Heb je nog een manager nodig? Ik ben gewoon. Ik ben een eigenwijze guy. Ik wil, zeg maar, af en toe heb ik dan een manager. Ja. En dan doe ik toch gewoon dingen op mijn. Op je eigen manier? Ja. En dan krijg je er nog 20% van ook. Ja. Nee, maar ik snap wel wat Evan zegt. Kijk, ik denk, je hebt wel een moment, denk ik, dat je zoiets hebt van, hey shit man, dat zal wel dope zijn als ik een track met hem. Tuurlijk. Maar je kan het uiteraard wel aan hem vragen. Maar dan moet je nog langs al die kanalen. Ja, weet je, want hij natuurlijk weer deals lopen. Ja. Je zou het altijd kunnen vragen. Oké, wie was de leukste ster van die wereldsterren waar je mee gewerkt hebt? Chris Brown? Ja, man. Waarom? Die energie die hij, zeg maar, brengt. Ja? Ja, dat is gewoon niet te evenaren. Op wat voor manier? Ook, zeg maar, qua als we shows doen. Ja. De feedback die je dan krijgt. Ja. Van, het is gewoon, ik kan het ook niet beschrijven. Dat is echt. Maar dat zegt van niks dingen over hem. Nee, maar ik heb echt maar, over gewoon. Hij is ook een workaholic, hè? Als Drake een zaal in komt lopen, dan kan het al raar zijn als iedereen daar echt gewoon doodstil is. Ja. Ja, nee, maar zeg maar, hij heeft iets om zich heen. Het is gewoon. Chris ook, Brown. Ja, hij is ook echt een workaholic. Ja. Hij, zeg maar, in die periode dat we dus al die shows hadden gedaan, hij sliep volgens mij ook niet, want hij was gewoon altijd met dingen bezig. Oké. Okay. Ja. Muziek, graffiti. Maar was er ook een moment dat je denkt van, dude, weet je, dit kan echt niet. Nee. Helemaal gewoon een maniaatje. Je mag ook wat te zinnen. Nee. Oké, maar hoor jij dan na afloop, want ik bedoel, de laatste tour dat je met hem deed is ook alweer, denk ik, 2 jaar terug? 2016, ja, zo weer. Vier jaar terug. Ja, hoor je daarna ooit nog wat van hem? Of? Nee, kijk, op dat moment, zeg maar, hij had toen een heel ander management en daar hadden we goed contact mee. Oké. Okay. Maar die had hij toen ontslagen. ja, want dat is ook weer Chris. Ja. En ik ben dus niet iemand die zijn nummer gaat vragen of zo, weet je wel. Dus nee. Ik heb geen direct contact met hem. Oké. Okay.
En op het moment dat dan het management weg is, ja, dan verwatert het contact. Maar ben jij dan niet gewoon veel te bescheiden voor de misschien artiesten? Wel, ja. Dat, wat is dat voor vraag? Dat is het 100%. Ik bedoel, je zou al lang met hem rollen en even een jonkotje gaan roken in Amsterdam. Dus, ik laat je hier zien. Maar dat ben ik niet. Chris Brown hier WhatsApp. Ik zou verwachten dat je elke avond memes stuurde zo, om gewoon een contact onderhouden. Ja. Trobi, wat had jij gedaan? In welke situatie? Nou, als je met Chris, stel je was Chris met... Was jij zo bescheiden gebleven? Nee, ik ben wel iemand, ik zorg wel dat ik safe zit met direct contact en zo. Ja, dus je had al lang zijn nummer, bedoel je? Ja, al lang. Dat toch? Ja, al lang 10 hits met Chris. Ja, sowieso. Dat was met mijn laptop daar. Hey, hey. Nee, maar weet je, we hebben het allemaal gezien ook. En het was wel heel dope. Ja, maar dat was de leukste. Ja. Maar wie was de minst leuke? De minst leuke? Ja, gewoon dat je dacht van, dat is echt, wat een graftak. Hoef niet eens mee samengewerkt te hebben, maar gewoon mensen die in de scene waar die je daar tegenkwam. Ja. Ja, jij bent veel te aardig. Nee, ja, hoe is het met de Kenny Dulverklik? Dat is goed. Wat gebeurt daar? Is nog muziek aan het maken? Nou, kijk, optreden? Kenny is natuurlijk ook echt iemand die altijd gewoon door blijft hasselen. Ja. Maar ja, nu weer zitten we dus in een periode dat alles wat zij dan kon doen, die kunnen we gewoon niet meer doen. Nee. Maar je kan wel muziek maken, toch? Ja, muziek maken, dat is zeker. Dus eigenlijk, ik heb haar ook gevraagd. Ik ben dus met een Chris Brown mixtape bezig. Oh. En Candy doet daar dus ook wat dingen op. Oh, oké. Okay. En de Ladies of Soul, gaat het nog terugkomen? In maart, denk ik. In volgend maart. Jaar, dus het is al drie keer uitgesteld. Ja. Ik ben niet elk jaar een gast-DJ daar. Dus ik weet even, moet ik even met meneer Maar dit keer mogen er ook, dit wordt waarschijnlijk Power Zone. Power Zone, bro. Nee, het is dus wel in de Ziggo Dome. Maar ja, we weten natuurlijk niet wat in maart de maatregelen zijn. Nee. Weet je, dit maakt het allemaal best wel moeilijk. Ja, toevallig waren we net even met z'n tweeën over aan het brainstormen. Van, hey, hoe zou zomer 2021 eruit zien? Waar hadden het op een gegeven moment over van ja, snel testen. Ja. En dat je dan, zeg maar, voordat je binnenkomt. Dus nu was het toch, je wordt gefouilleerd en zo. Ja. Dat daarvoor nog, dus 3 kilometer daarvoor. Dat je gaat testen. Dat je nog getest zo'n wordt. Zo'n teststraat. Ja. En dat je vervolgens mocht je dan corona hebben, dan val je dan, zeg maar, in een gat. Ja. Toch? Ja, of je wordt gewoon afgeschoten. Dan moet je... Nee, maar dat je echt gewoon richting je sneltesten gaat. Ik zag ergens laatst zo'n soort van platte grondje. Iemand had het op Facebook gepost. Van, oké, dit wordt het festival idee voor volgend jaar. Oh ja? Ja, dus zeg maar, dan loop je het festivalterrein op. Ja. Laat je eerst testen. En die test, binnen een kwartier of zo krijg je uitslag. Maar de route, zeg maar, naar de hoofdingang is dan een kwartier. Dus op het moment dat je dan bij de hoofdingang aankomt, weet je of je positief of negatief bent. Oké, en stel je bent dus positief, dan... Exit. Exit. Oh. Ja, dat was het idee. Ja. Ik heb wel andersom mee gemaakt. Dat ik eerst uitslag kreeg en toen moest ik me laten testen. Dat was, toen moest ik daarna allemaal meisjes bellen. Oké. Ja, goed, luister jongens. Weet je, laten we hopen dat er van de zomer dat er weer festivals zijn. En gaan zijn. Maar ik denk dat het wel... het gaat wel een dingetje worden, ja. En je moet er ook, je moet ook zin hebben om dit allemaal te gaan doen. Ja. Ja, heb jij überhaupt nog behoefte naar zo... Ja, jij zegt net, je houdt zo van reizen. Maar reizen hoef je niet voor DJ te worden. Kan je ook gewoon natuurfotograaf worden. Nee, true. Maar gewoon reizen en alles. Maar dat kan toch? Freek Vonk gewoon. Nou, hier. Zo, ja. Nee, het is gewoon... Jij weet het ook. Gewoon elke dag ben je in een ander land. Ja. Weet je? En je leeft op adrenaline. En dat mis ik nu natuurlijk heel erg. Oké. Ja, het is wel, het is gewoon, in the end is het gewoon een lifestyle. Ja. Weet je? Je hebt gewoon een bepaalde lifestyle. En je weet gewoon dat je, als je op een gegeven moment over de oceaan vliegt, dat er gewoon een bunch of people naar je toe gaan komen, die gewoon helemaal losgaan. En dan heb je gewoon een soort van gevoel dat je weer een bepaald werelddeel hebt veroverd. Ja, ja. Wat bedoel? Dat gevoel. Kijk, in Nederland, dan ga je naar Zandam of zo. Ja, weet je? Je hebt het nu al van mijn leven. Ja. Dat is leuk. En we gaan een spel spelen. Het spel heet Kaarten op tafel. Voor jullie liggen 8 kaarten. Jullie mogen er allebei 4 kiezen. Willekeurig. Je hoeft ze nog niet aan elkaar te laten zien. Ook nog niet aan ons. En dan gaan we daarna vertellen welke vragen bij die kaarten horen. Maar ik zie geen 8 kaarten, hè? Het zijn er 8, hoor, als het goed is. 1, 2, 3, 4... Zijn het er 7? Want dan missen we er eentje. Dan ben je niet. Dan doen we de 7. Heeft iemand de kaarten opgegeven? Doen we allebei 3. Doen jullie allebei 3. Dan blijft er eentje over. Vind ik ook goed. Pakken we alvast 3.
Daarna ga ik oplezen welke vragen bij de kaarten horen. En als je dan een vraag hoort van ja, maar daar wil ik helemaal geen antwoord op geven. Dan kan je die ongezien zo doorschuiven naar je collega aan de andere kant van de tafel. Of switchen. Wat hebben we een kaart over? Nee, maar ik vind het juist wel leuk als we hem kunnen doorgeven. Oké, als je dat leuk vindt. Maar aan wie? Aan hem of... Ja, maar dan moet hij anders. Oh, jullie doen niet mee? Nee, wij hoeven niks te antwoorden. Ja, beetje jammer dit. Hey, jongens, wij zijn de show, hè? Wij zijn onbetastbaar. Okay. Nee, maar dan kan je die doorschuiven. Moet de ander hem natuurlijk wel accepteren. Het kan ook zijn dat Trobi zegt van... Nou, ik vind prima welke kaart ik heb. Stik hem maar in van. En dan zal je antwoord moeten geven. Mocht je dan nog zoiets hebben van... Nou, ik weiger gewoon om antwoord te geven. Dit gaat zwaar tegen mijn principes in. En anders krijg ik ruzie met mijn vriendin. Het kan. Maar dan ben jij voor 1 week lang de eigenaar van de Chickened Out Chicken. Ja, en wie is at the moment de eigenaar? Dat is Dina. Okay. Dina, want wat was de vraag waar hij geen antwoord op wilde geven? Ja, daar gaan wij geen antwoord op geven. Maar, en die zit hier ook tussen? Nee, dat zijn altijd originele vragen. Nee. Okay. Mocht je dus voor jezelf zoiets hebben van, nee, ik ben echt een lafaard. Kijk, Irwan Ahmad kan natuurlijk ook Trobi zijn. Ik ben echt een lafaard. Dan pak je die Chickened Out Chicken en dan zeg je... Ik ben de Chickened Out Chicken. Ja, duidelijk. Pak de kaarten er maar bij. Dan ga ik de vragen oplezen. Als je een vraag tegenkomt waarvan je zegt... dat vind ik eigenlijk helemaal niks... dan kan je die kaart zo direct proberen door te geven. Harte vrouw. Mensen die in complottheorieën geloven... worden onnodig belachelijk gemaakt. Schoppenvrouw. Het is maar goed dat alles on tour... niet op camera is vastgelegd. Klaverenvrouw. Zonder relatie ben ik niks. Ruitenvrouw, er zijn meer billenmannen dan borstenmannen. Hartenheer, ik ben niet bang voor het coronavirus, volgens mij ben ik immuun. Schoppenheer, fake it till you make it, dat is een goed businessplan voor een DJ. Klaverenheer, ik zou best wat minder voor een optreden kunnen vragen, zodat andere mensen beter betaald kunnen worden. Ruitenheer, door de telefooncamera's is het uitgaan minder leuk geworden. Hebben jullie de kaarten gezien? Hebben jullie kaarten waarvan je zegt... Ja, het ging wel erg snel, ja, maar, ging snel, maar volgens mij ja. Is het wel... Prima. Zijn jullie tevreden met de kaarten die jullie hebben? Of? Ja, ja. Wat was die laatste? Wacht even hoor. De ruitenheer, door telefooncamera's is het uitgaan minder leuk geworden. Ja. Ja? Oh, ja, maar er is ook geen vraag tussen dat je denkt van, nou, weet je... Nou, dat Jij bent weer op juice. Hey, juice, ja. Ik probeer het eigenlijk zo juicy mogelijk te maken. Klopt. Nou, dat kan en we hebben ons erin gehouden. Ja, ik denk dat die mooi. Vragen gewoon wel heel eerlijk kan beantwoorden. Ja, ja. Nou, we gaan het zien. Ik denk dat wie heeft niet harte nodig vrouw? Harte vrouw. Is dit harte vrouw? Ja, dat is de harte vrouw. Dan is de vraag aan jou. Mensen die in complottheorieën geloven, worden onnodig belachelijk gemaakt, Trobi? Ja, ik vind dat van niet eigenlijk. Je moet het keihard belachelijk kunnen maken. Nee, ja, ik vind gewoon dat als jij een complottheorie-denker bent... dan ben je daar gewoon vrij in om dat te zijn, toch? Ja. Maar daar staat volgens jou dan ook tegenover... dat je dat dan ook belachelijk mag maken als je daarin gelooft? Nee, ja, dat eigenlijk niet. Dat vind je niet voorstander van? Nee. Dat slaat nergens op schoolvrije vrijheid van mening, toch? Ja. Het is inderdaad wel dat iedereen gewoon zijn mening moet uiten. Maar als dat een gevaar voor de gezondheid wordt... Kijk, want nu worden ze af en toe wel belachelijk gemaakt. Ja. Ja, ik zag wel van de week iets over die pizzeria. Had je dat meegekregen? Ja, Pizzagate. Ja. Pizzagate. Ja, toch? Ja. Dat vond ik wel iets dat ik dacht van, ja, dat is wel echt lijp. Wat is dat? Nou, er is een theorie in Amerika dat voornamelijk democratische politici... als zij een pizza bestellen... Ja, ik moet erop lachen, omdat het is zo... Als een pizza bestellen... Dan betekent dat ze een kind bestellen. Juist, yes, cheese pizza is child porn. Ja. En CP. Dus zeg maar, zij gaan heel ver in die hele... Ja, en wat er dan gebeurt... is dat er is een speciale pizzeria... waar dan allemaal kinderen in een kelder zouden zitten. Dat zeiden ze dan. Hè? Dat zeiden ze. En daar is iemand zo verschrikkelijk op aangeslagen... die wilde daarheen... om die kinderen te bevrijden. Die zijn gewoon ingegaan met een geweer... om gewoon die kinderen te bevrijden. Eindelijk bleek, ze hadden geen eens een kelder. Maar heb je dan niet in ieder geval op zo'n moment... dat je denkt van ja, maar kom wel mee. Je moet wel een beetje realistisch zijn. Ja, ik vond dat... toen ik dat zag, dacht ik wel van... dat is wel eng eigenlijk. Dat je kan dat is zo ver gaat. Ja. Ja. Oké. Schoppenvrouw, heeft iemand hem? Nou, Irwan. Of toch wel die chicken, wat was het? Ja. Het is maar goed dat alles on tour en niet op camera is vastgelegd. Ja, het is maar goed, ja. Ja. Waarom? Nee, het, ja.
af en toe. Jij bent ook zo onschuldig als een kuikentje. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit. Eigenlijk, maar ja. Maar het komt ook, ja, vrouw en kinderen waren ook vaak mee die op tour. Die gaan vaak mee op tour. Ja. Ja, maar ja. Niet maar wat is nou het meest awkward of raarste wat je ooit op tour hebt meegemaakt? Dat ik je maak, denkt van, wow, als dat echt gefilmd was. Weet je wat het is? Misschien zeg maar al die rare dingen. Ja. Dan lig je al in bed. Ik ontwijk gewoon die shit. Ja, het is gewoon niet voor mij braaf. Gemaakt. Trobi. Ja. Ik zeg je heel eerlijk. Voor mij valt het eigenlijk wel mee. Ja? Ik ga niet zo. Nee. Hij is ook gewoon een nette jongen. Ik ben niet. Wat ik is ben er niet gebeurd zo, met deze scene, jongens? Come on. Maar nooit iemand die dan per ongeluk gewoon een stekker uit jullie CD heeft gehaald of zo. Ja, maar. Of dat iemand op een gegeven moment zo lam tegen je DJ moet aan het leunen was. Dat op een gegeven moment. Maar dat zijn DJ dingen die mogen best wel op camera. Dat ook wel toch? Een keer. Ja, dat kan. Ja, dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt wel eens. Ja, muziek uit. Maar je hebt nooit met Chris Brown meegemaakt dat je dacht van. Oh, gelukkig was daar geen camera bij, want het was weer een rechtszaak. Ja. Dat gebeurde volgens mij. Ja. Had jij het nog een keer? Dat je op een gegeven moment Chris Brown opging dat je op een ongeluk zijn track op stopte? Volgens mij was het een keer. Nee, hij pakte een telefoon uit de hand van een meisje. Die gooide die weg. Oh ja, serieus? Ja, man. Volgens mij kwam dat nog op TMC daarna. Oh, echt waar? Dat was mijn eerste keer. Toen kwam ook die flyer op TMC. Ja. En toen, dat was mijn eerste keer op TMC. Dat is jouw moment. Jij boekingen. Oké. Ja, alright, dan gaan we even naar de volgende. De Klavervrouw. Weer ik. Oh, dat is wel een goede voor jou. Ja, dat is zeker een goede voor jou. Ja, kom maar. Ja, zonder relatie ben ik niks. Ik ben dus al meer dan 20 jaar met hetzelfde meisje. Ja. Zij is wel gewoon mijn bouwsteen. Ja. Ja. Snap ik, hè? Ja. Jullie hebben samen 1, 2 kinderen? Eentje. Ja. Maar in jouw relatie ben jij best wel uniek in het DJ-wereldje. Ja. Ja, misschien ook wel, ja. Want ik zie hè, in de tijd dat je toerde, was ze altijd, of nou, vaak met je mee. Klopt. Nu is het moeilijker geworden doordat je kind naar school gaat. Maar je kind was ook altijd mee. Terwijl, nou, als we het dan over Ruben von Doobie hebben, die valt in de ene relatie in de andere. Ja, maar volgens mij is hij nu wel een beetje serieus. Oh, is hij ook serieus geworden? Ja. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt, zeg maar. Ja, je moet Ruben wel hebben vandaag. Ja, ja. Ruben is mijn master. Luister, ik heb niks mee te maken, bro. Niks mee te maken. Nee, maar iedereen weet hoe Ruben altijd een vliegfluiter was. Ik ga hem straks hebben. Ja, dat maar is, zo zijn er nog wel veel meer collega's die nog veel erger misschien zijn. Ja? Toch? Noem eens een paar. Kan ik nu die kip pakken? Oké, volgende vraag. Wie heeft eruit de vrouw? Nou, die heb ik. Nou, Lisa, zeg er maar. Zijn meer billenmannen dan borstenmannen. Nee, ik denk dat het gewoon 50-50 is hoor. Ja? Ja. Wat ben jij? Ik ben wel een borstenman. Ja? Ja. Dus als van achteren gewoon strijkplank is, geen probleem? Nee. Als van voren maar... Ja. Zijn vriendin die zit hier ook. Oh ja, dat weet ik niet. Alleen ze heeft de koptelefoon op. Oh, okay. Dat is goed ook. Hij is slim, hè? Heb je je vriendin, dus, heb je vriendin daar ook een beetje op uitgekozen? Nee, ik zag haar. Wij gaan nu 3 jaar. Dus ik zag haar gewoon in de club. En ik was gewoon gelijk. En mijn manager was daar ook bij. En ik zei gelijk tegen hem. Ik zeg zo, dat meisje daar, dat is precies wat ik zoek. En we zijn nu nog steeds sinds die dag. Maar hoe heb je dat dan geregeld? Ja, nou, we raakten die avond aan de praat. En, want zij is ook bekend van zichzelf. Zij was van Holland's Next Topmodel. Dus ik wist wel natuurlijk wie het was. En toen hadden we... Wie hebben we dan? Hoe heet ze? Sanne de Kramer heet ze. Oké. En dus die avond raakten we een beetje aan de praat. Maar toen, ik was best wel dronken. De iPhone is nu uitgezet. Ja, ja, ja. Hou maar op hoor. Ja, nee, volgende vraag. Oké, dus je wist al een beetje wie het was. Ja, en toen... toen raakte ik een beetje aan de praat, maar ik was best wel dronken. En toen moest ik nog draaien, zeg maar. Dus ik zei van, ja, ik ga dan even draaien en dan zie ik je zo weer. En toen kwam ik terug en toen was ze weg. Dus ik dacht al van, ah, kut, dat is wel jammer. Maar toen de volgende dag ging ze me volgen op Insta. En toen had ik gewoon een keer gereageerd op haar story. En toen was het aan. Ja, toen was het aan. Toen was lekker. Aan. Wat maar lief. Tegelijkertijd, ik bedoel, als jonge DJ, is ook wel een beetje een blok in je been. Nou, ik vind wel... Nee, eigenlijk niet. Ja. Die koptelefoon mag weer op. Nee, ja. Ja, ja. Ik heb mijn tijden zo gehad. En ik ben nu weer blij met wat ik heb. Hoe oud ben je nu?
20. Ja, dan heb je je tijd ook nog gehad. Nee, maar daarvoor had ik gewoon mijn tijden toen ik jong was. Maar ik zeg niks. Ik kan sowieso niks zeggen. Nee. We gaan, jij gaat gewoon net zo lang met je vriendin als dat ik geboren ben. Ja. Ja, dat is wel lang. Dat is waar, ja. Jeetje. Ja, maar je weet niet of die zeg maar ook een soort van Will Smith variant heeft. Hè, van de relatie. Dat weet je niet, hè? Ik zit in een entanglement. Nee, man. Zou je ermee wegkomen in je relatie? Met een entanglement? Ja. Wat jongens, het zijn hele moeilijke termen. Wat wij moeten entanglement. Ja, wat is dat? Die vrouw... arrangement. Nee, die vrouw van Will Smith, Jada, die is toen op een gegeven moment vreemd gegaan met August... August Alsina. Ja, maar dat was niet vreemd gaan, toch? Nee, het was een entanglement. Dat is wat ze noemden. Ja. Zou jij ermee wegkomen na 20 jaar relatie? Zou ze je het vergeven, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja? Maar dat betekent niet dat ik het ga doen. Nee. Toch? Nee. Even maar dan snel mezelf indekken. Zou jij ermee wegkomen na 3 jaar relatie? Nee, ik denk het niet. Ik zie al aan de blik dat zij al besloten heeft dat je daar nooit meer wegkomt. We gaan naar een ander onderwerp. Even kijken. Heeft iemand een harte heer? Nee, hart hè? Nee. Harten heer? Ja, het kan zijn dat hij er nog niet tussen ligt. Nee, die heb ik niet. Dan slaan we die over. Schoppenheer. Heeft iemand die? Maar dit is een koning. Ja, dat is helemaal goed. Heer koning. Ik ben niet bang voor het coronavirus. Volgens mij ben ik immuun. Nee, nou, dat denk ik niet. Ik geloof zeker dat dat gewoon er is, toch? Dus. Ja? Alleen of het nou zo dodelijk... Dat is het enige wat ik denk. Of het nou zo dodelijk is als ze zeggen... Als ik dan die statistieken wel eens kijk... Dat de besmettingen zwaar omhoog gaan. Wat logisch is. Maar dat de doden dan zeg maar laag blijven. Dat kan je gewoon zien op online op RVM en zo. Dan denk ik wel alleen van, ja, is het dan wel zo dodelijk als dat ze zeggen? Maar ja, ik bedoel, ik ben geen dokter, dus. Nee. Maar Iwan, jij moest laatst ineens getest worden. Ik heb al 3 keer die staaf tegen mijn hersens. Ik heb ook getest. Ja, maar we hebben het niet over je privéleven. Maar ik heb het niet. Ik had het over corona. Maar, na zo'n test zit er 48 uur wachten. Ja. Ben je in die 48 uur zenuwachtig? Ja, ik wil het wel gewoon weten. Ja? Ja, man. En bij mij was het 24 uur, hoor. Bij jou was het 24 uur. En ben je weer jonger, hè? Dan hebben ze snel een vraag. Waarom moest je testen? Mijn ouders hebben bij de corona. Oh. En ik had mijn moeder dus nog naar de test gebracht. Maar dan is de andere vraag. Was je dan op dat moment niet doodzenuwachtig toen je erachter kwam dat je ouders het hadden? Ja, man. Ja. Nou, mijn vader is echt... Ze zijn beide in het ziekenhuis opgenomen. Oh, wauw. Het was gewoon wel heavy shit. Ja, dat is wel heavy, ja. Ja. Dus je hebt echt... Maar hoe kan dat dan? Want ik ken ook veel mensen die het gewoon hebben gehad, maar die hadden gewoon een... griepje of zo. En ja, dat is gewoon dus door. Het ding. Maar bij iedereen is het anders. Ja, mijn ouders zijn wel op leeftijd. Ja, maar ja. Is het dan ziekenhuis of ook meteen op beademing? Nee, mijn vader moest wel met zuurstof geholpen worden, zeg maar. Maar hij lag niet op de intensive care. Mijn moeder ook niet. En ze zijn op dit moment helemaal vrij? Nee. Oh. Maar die ziekenhuizen zitten dus zo vol, dat ze eigenlijk op het moment dat ze weer op eigen kracht dingen konden doen, zijn ze naar huis gestuurd. Om weer plaats te maken voor nieuwe coronapatiënten. Ja. Dat is wel heavy, zeg. Ja, dus ze zitten nu thuis soort van ook weer in isolatie. Omdat mijn vader, die lag er al eerder. Dus mijn vader, die is al bijna beter. Maar mijn moeder nog niet. Oh, wow. Dus moeten ze nog steeds afstand houden. Maar hoe kijk jij dan naar hoe mensen daarmee omgaan op dit moment? Nee, dat ze zo protesteren tegen die maatregelen? Ja, ik vind dat lastig om te zien. Ja. Ja, ook zeg maar... Want ja, ik snap dat heel veel collega's en zo en iedereen in onze branche zoiets heeft van, nee, dit klopt niet. Weet je, iedereen wil weer aan de slag natuurlijk, maar dit is geen kattenpis of zo. Moet je dit meemaken, wat jij nu mee hebt gemaakt? Ik denk dat sommige mensen, nee kijk, ik had al vanaf januari het idee van, nee, deze shit is real gewoon. Ja. Ja, maar ik denk dat er sommige mensen wel zijn die het echt niet geloven of zo. Die het eerst van dichtbij moeten meemaken voordat ze zoiets hebben van, oh shit. Het maakt ook indruk. Ik merk dat toen jij het vertelde, dat voor mij de hele lacherige sfeer... Even zo, dat, verdwijnt dan. Je merkt toch wel van, wow, dat heeft Want dan komt het heel dichtbij. Ja, snap ik. Ja. Ja, ik bedoel, mijn ouders die hebben het gelukkig nog niet. Nee. En ik wil het graag zo houden, maar wat je zegt, ja. dan denk je wel eventjes 5 keer na. Ja.
Nou, we gaan meteen door naar de volgende voordat dit hele de grafstemming is. Sorry jongens, sorry. Geef niet. Eventjes kijken hoor. Schoppenheer. Ja, ik denk een Schoppenheer, maar die heb ik al gezegd. Die is al geweest. Nee, dat was Hartie. Dan heb ik een verkeerde vraag waarschijnlijk gesteld. Ja. Fake it till you make it is een goed businessplan voor DJ's. Ja, ik weet dat het genoeg gebeurt, daar niet van. Maar of het de juiste manier is, ik weet niet. Uiteindelijk heb je genoeg echte mensen nodig om het uiteindelijk het echt te maken, denk ik. Jij bedoelt zeg maar dat je Instagram gewoon echt helemaal nep kan zijn. Ja, en dat je gewoon optredens doet, maar dat het allemaal een beetje volgeprogrammeerd is en dat soort dingen. Vind jij het goed businessplan? Nee, Erwan? Ik denk dat het wel heel veel gebeurt. Ja. Ik denk ook dat uiteindelijk de aap wel uit de mouw komt. Ja. Maar er zijn ook gewoon genoeg... Maar het publiek geeft het toch niet op? Dat dus. Dus ja. Er zijn genoeg mensen die het op die manier wel... die op die manier succesjes behalen. Maakt dat je kwaad? Nee, het maakt me eigenlijk gemotiveerder om harder te werken en om ervoor te zorgen dat mensen weten van oké, uiteindelijk gaat het toch om kwaliteit. Ja, ja, maar jij bent al, wat je al zegt, minstens 20 jaar zit je in de scene. Je bent ook heel erg geskilled op die draaitafels. Je bent natuurlijk, je hebt leren draaien met platen, ja. Met vinyl. Wat is dat? Dat helpt al. Okay, ja. Leg er wat uit. Toen jij net was geboren. Hè? Maar merk jij dat het publiek het waardeert dat je kan laten zien? Hè? Als je bijvoorbeeld gaat scratchen. Er zijn groepjes die het heel erg waarderen. Yeah. En er zijn groepjes, they don't give a fuck. En die moeten dood. Nee. Oh. Nee, want uiteindelijk zeg maar, je wilt gewoon, ik bedoel, je wilt een club vullen met leuk publiek. Ja. Ja? Als zij het naar hun zin hebben. Hoe soms? Ja. Ja. Wat vind je trouwens van de nieuwe CDA 3000? Heel nice. Ja? Ja, echt heel nice. Maar dat, vooral even ook, voor mensen die dat niet kennen, dat is de nieuwe generatie draaitafels van Pioneer. Ja, maar het is niet zozeer dat het echt een hele grote upgrade of zo is. Ik zie het een beetje als iPhone komt uit met de iPhone 12. Ja. Okay. Jij had een iPhone X. Ja. Daar zit gewoon wel verschil in. Maar jij hebt die hele transmissie meegemaakt van vinyl draaien naar CD's, naar laptop MP3's, draaien ook nog. Laptop. Ja. Ja. Wat is nou het fijnste om op te draaien? Nu vind ik gewoon CD's echt. Dat zijn die MP3 wel mijn ding, draaitafels. Maar, ja. Ja. Je prikt je USB'tje erin. Ja. En je gaat aan de slag gewoon. Dat is mijn ding. Iedereen heeft gewoon zijn eigen voorkeur, denk ja. ik. Ja. Oké. Okay. Laatste vraag volgens mij. Ik denk dat die voor Erwan is. Ik heb geen idee. Wat hebben we nog elkaar? Waarschijnlijk wel over. Hier. Deze. Jij hebt de ruiten hier over. Ja. Door telefooncamera's is het uitgaan minder leuk geworden. Kijk, en dan komen we weer terug op dat ding. Ja. Dus inderdaad, in de club zie je gewoon de afgelopen jaren mensen aan de kant staan. Telefoontje, weet je. Ja. Je kan je daaraan gaan ergeren. Ja. Maar je kan ook gewoon proberen om als DJ gewoon... iedereen het naar zijn zin te maken. Maar ligt het niet aan de DJ als mensen op een telefoon zitten? Nee. Dat durf ik niet. Nee, Trobi zegt al van dat is niet waar. Nee. Mensen zijn gewoon... Asos. Die zitten gewoon in die wereld. Mensen leven gewoon met hun telefoon. Leven gewoon in die bubbel. Heeft het voordeel? Nee. Er wordt wel meer gefilmd. Op het moment dat, ja. dat je gewoon echt... Een hele hype. Merk je dat als jij ergens hebt opgetreden, nu zitten we natuurlijk even zonder, maar dat je hele story of dat je juist, hele mensen ineens vol zaten met filmpjes van jezelf? Dan kom je dus thuis en dan ga je toch nog even kijken. Ja. En ben je uiteindelijk nog 3 uur lang bezig om alles te gaan reposten en zo. Ja. Dus het heeft nadelen, maar het heeft genoeg voordelen. Ik denk dat ook wel een doelgroepje is. Ja. Weet je? Kijk, als je bijvoorbeeld naar de techno scene kijkt, dan kan niemand meer zijn telefoon vastpakken. Want die zijn helemaal gewoon cracked. Thanks. Just kidding. Hey guys, dank jullie wel man. En we hebben dus die kip niet aangeraakt. Nee. Hij is voor Dyna nog steeds. Hij is gewoon voor Dyna. Het is gewoon nog steeds Dyna's kip. Ja, dus... nee jongens, zijn er nog bepaalde dingen dat jullie nog willen delen? Ja, komt er nog wat nieuws aan wat belangrijk is om te... Wanneer drop je album? Ik ga eerst volgende maand een release doen met een hele grote Franse artiest. En met Moula B. Mag wel weten wie die Franse artiest is? Ja, ik heb het al op mijn Insta-bucket gemaakt. Het is NS, heet hij. Okay. Een hele grote Franse artiest. Heel groot in Algerije, Afrika, Frankrijk. En dan heb ik dan Moula B daar opgezet. En dat release gewoon met z'n drieën. Ik ben ook gewoon hoofdartiest op die track met hun. En dan ga ik dus dat eerst doen. En daarna ga ik mijn album doen.
Okay, nice. De singles release van mijn album. Dus het laden van Trobi gaat nu beginnen. Ja, zeker. We gaan nu beginnen. Showtime. Ja. Nice. Alright, man. We gaan je volgen. Ja. Qua muziek. Ja, ik heb al een tijdje 2 platen met Bobby V liggen. Oh. Oh, shit. Ja. Dat is ook wel weer een andere Bobby V. Ja. Hey, Bobby V. Toen jij net was geboren. Dat is wellicht. Ik denk dat mensen op zijn muziek heel veel kinderen zijn. Ja, misschien. Ja. Kijken. Bobby Valentino was vroeger zijn naam. Zegt dat jou iets? Nee. Met Lil Wayne heeft hij een hele mooie ding. Waar was hij rapper of zo? Ja, hij is zanger. Zanger. Oh. Ja. De generatiekloof die is hier wel echt. Ja, ja, ja. Which is oké. Okay. Ja, ja. Hey. R. Kelly? Toen jij was geboren. Toen wilde hij al met je. Nou, okay. Hey, maar dat is dope. Dat gaat dit jaar nog gebeuren? Of? Ik weet niet of het dit jaar nog gaat. Ja, nu hangt het even af van papierwerk. Want die mensen in Amerika zijn wat langzamer. Wat langzamer. Ja. 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 Bobby V, is hij nog steeds 1 meter 10? Ja, ongeveer. 15 nu. Dat is een klein mannetje, hè? Ja, hij is echt een... Bobby. Hij is heel groot. Ja. Nee. Nice. Wel tof. Ja. Oké, nou dan gaan we daarop wachten. En we gaan weer livestreamen, want we zitten toch wel in een soort van lockdown weer. Doe je dat via Instagram live? De eerste 3 maanden heb ik echt via Instagram en Facebook veel gelivestreamd. Maar dan word je er steeds afgekikt door... Dus nu ben je op Twitch. Ik ga beginnen met Twitch. Hey, ik zeg je eerlijk, op dit moment, de Twitch waar ik elk weekend zit, is van Mani, die Yemani. Die gozer doet het zo verschrikkelijk tof. Het is eigenlijk gewoon alsof je naar een feestje gaat in je huiskamer. Maar Trobi kent Mani niet, hoor. Toen jij net was geboren. Nee, maar DJ Mani, voormalig producer onder andere van Brainpower, maar echt al jarenlang een steengoede DJ onder andere in de Sappenclub. Die heeft nu een stream op Twitch. Die gaat zo hard. Dus dat wordt nog wel een battle. Dat zou wel leuk zijn als er een soort van battles ontstaan tussen DJ's die... Ja, wie weet hoe ik ben. Ja. Ik ben niet van de battles. Joh. Nee, gewoon lekker mijn ding. Zijn allebei hele technische DJ's. Maar de DJ Mani is ook verschrikkelijk technisch. Hij ook vrij dwars in zijn muziekkeuzes. Hij durft echt muziek te kiezen die een normale DJ of een andere DJ, laat ik het zo zeggen. Maar dit is meer, je praat meer over de echte 40-plus dingen, toch? Nee, ik zweer het je. Het is echt... Je moet het maar eens kijken. DJ Mani op Twitch. Ik kan het ook gewoon checken. Het is echt hard. Het is DJ Mani, we gaan het... Eigenlijk moet je mijn Twitch nu gaan promoten. Twitch? Ja, gewoon DJ Air. Twitch.tv/DJ Ik ga jullie gewoon tegelijkertijd draaien. Ja, en dan moet je maar kijken wie de beste is. Waar ben jij te vinden? Gewoon op Instagram. @Trobi. Is dat wat voor jou, stream op Twitch? Nee, echt niet. Nee. Maar doe jij wel eens van die masterclasses of zo? Ik gaf op Dancefair of zo, gaf ik wel masterclasses, maar eigenlijk verder niet echt. Maar je bent niet, zeg maar, met je socials bezig om dingen uit te leggen van, hey, zo heb ik het gemaakt en... Nee, eigenlijk niet echt. Soms misschien laat ik het even zien of... Ik heb wel gewoon bijvoorbeeld een keer op het Herman Brood of zo, omdat ik zat ook op het Herman Brood, dus heb ik daar wel, na ik afgestudeerd was, een keer een masterclass of zo gegeven, maar ja, ik heb gewoon genoeg te doen om... Het komt allemaal wel. Ja. Alles op zijn tijd, toch? Ja. Dit was hem dan weer. TikTok. Goed, ik zou zeggen, wil jij merchandise winnen van TikTok? Ga dan eventjes hieronder eventjes een leuk berichtje plaatsen op YouTube. En kijk je mee. Ik zou zeggen, check even YouTube en drop even je comments. Volgende week gaan we weer... Hebben we ook weer gasten. Ook weer gasten. Maar we kunnen nog niet verklappen wie, hè? Ga zeker nog niet verklappen wie. Nee. Dan moet je wel een comedian binnenkort ook. Dat is wel weer leuk voor jou, hè? Ja, dat is wel leuk. Ga ik ook nog niet vertellen, maar wel een grote. Ja. En je moet gewoon volgen en abonneren. Dan weet je gewoon wanneer die updates zijn. Ja, toch. Zag je wat ze deden bij TikTok? Die jongens, daar zijn aan en dat weet je.